Wat? Huh? Huh? Koffie en je werk. Waarom is je body zo ontrekt? Want doe met jou. Want doe met jou. In die body en je werk. Waarom is je body zo ontrekt? Ik ben heel licht. We hebben vroeger ook een perenboom in de tuin gehad, maar die werd zo zwaar door de peren die zo groot werden, dat die brak. Maar die kan heel groot worden en heel veel. Want soms pelden echt twee van die slaapbakken uit met peren. Dit is framboos. Jo. Ja. En dat is brak. Ja. Oké. En ja, die waren vorig jaar een stuk minder, zeg maar nu heb je er heel veel aan hangen en ze worden ook mooi. Dan tiert het onkruid welig. Ja. Nou ja, daar waar het een bos ligt. Mm-hmm. Nou ja, daar heb ik bijna niets aan gedaan. Heel de zomer niet. Wat ziet er goed uit? Dat doet de natuur gewoon, hè? In principe compost op de grond. Ja. Oké, en dat is gewoon bijna geen onkruid vooruit. En het zorgt er in de winter ook voor dat je bodem dus beschermd blijft. Hè? Anders dan krijg je die felle regens erop, de vorst. Mm-hmm. Ja, dat beukt op de grond. Ja. Hè? En compost, ja, dat beschermt dus die grond. En het laat dus het water gewoon geleidelijk aan naar beneden cyclen. En wij kunnen leren en dan kunnen wij hem meenemen. Dus daar ben ik alleen maar blij mee. En ik ben nog lerend. Ja. Nou, als lerend klinkt het wel ervaren. Ik heb zoiets van compost dat ik nog nooit gehoord. En dit is al een compostbak, hè? Dus dan maak ik zelf ook mijn eigen compost in. Dus eigenlijk is dat gewoon rest met... Nou, dat zijn gewoon resten van thuis, hè. Bananenschillen, sinaasappelschillen. Dit zijn oude... Daar maak je compost van. Ja. Toch? Ja. En ja, dat zwarte wat je daar ziet, dat is dus wat ik naar boven gehaald heb. Je moet regelmatig een beetje keren. Ja. Maar dat is in feite dus al compost. He, dus ik kan die plankjes van najaar eruit halen en dan kan ik de onderste kan ik eruit halen. Het andere doe ik dan even in deze bak. Oké. En dan kan ik het er opstrooien. Waar in principe restafval van eten wel niet goed voor is. Ja, zo kan je het wel zien. Je brengt het eigenlijk gewoon terug in de natuur, hè? Ja, in principe. Je krijgt gewoon een kringloop. Ja. Wat is dat? Dit is een pompoen. Dat jij vroeger ook hebt willen kweken. Oh ja, zo heeft meneer dat gedaan. Ja, die plantjes zijn dus gewoon thuis ook opgekweekt onder de lamp. Oh, ook onder de lamp en dan... Om er een beetje vroeg te krijgen. Ja. En dan hier gewoon uitgebracht door... En de courgettes. Oh, courgettes. Ja, leuk. Je ziet er daar wel in. Hier, ik vind het wel grappig. Het lijkt er ook gewoon op. Ja. Maar ik zie het uitkomt. Ja, de courgettes gaan hard. Ja, alleen, dit kan best wel scherp zijn, een beetje toch? Nou, vol mee hoor. Ja. Het zijn niet echt stekels. Maar hier, als je hier met je hand langs gaat, dan kan dat een beetje prikken. Oh, ja. Ja, ik heb hem weggehaald, ik had hem midden in mijn tuin en ik had een hond. Dus ja, ik dacht er zeker uit. Die maakt alles fit. Thank you.
En voor wat is dit bedoeld? Glas andersom? Nou, hier heeft, dat is dus weer een andere buurman. Hier heeft hij een net overheen gehad voor de aardbeien. Oké. Okay. En dat net, dat bescherm je dan in feite. Anders komt dat op die punt. En ja, dan gaat dat kapot door een glas eroverheen te zetten. Kijk, daar is het nog beroerder natuurlijk. Dus dan bescherm je net eigenlijk tegen de scherpe paaltjes. Kooikarpers zwemmen. Wat gaat er doorlopen? Ja, loop maar door. Kijk, het is echt klein, man. Wat is dit? Ik denk een kwartel. Een kwartel. Nog nooit een kwartel. Ik weet het niet zeker, hoor. Mooi, man. Echt. Iffy, kom eens. Kijk, wacht even nog deze konijn. Ik vind het echt een leuk tuintje. Die geur er ook niet altijd vanaf komt. Heerlijk. Mag je hier zo op? Of? Ja, daar mag je ook wel op staan hoor. Kijk uit dat je niet... Dit is geen poncho. Hoe moet ik nog nooit de achterkant van de... De keer dat ik er hier überhaupt loop. Ze lopen altijd daar zo aan de zijkant. We zijn zelf staan in zijn haren. Ja, okay. Alleen we lopen hier vaker omheen. We lopen niet zo snel hier zo. Nee. Dat is natuurlijk ook omdat je dan geen tuintje hebt natuurlijk. Ja. Die zou ik ook een grote tuin willen hebben dan wat we nu hebben. Een beetje seniorenwoning. Seniorenwoning hebben wij. Wacht even, heel rustig bewegen. Kijk deze karper. Zo! Deze is groot, man, mensen. Ja, die heeft nogal wat opslag in zichzelf. Ja, die heeft zeker een opslag. Maar ik vond dat geweldig met hier. Hoe dat... Lelies. Hoe? Lelies. Is dat lelies? Ja, want op het. Op de. Ja. Dat zijn lelieplaten. Volgens mij in Japan of China heb je dat ook op het water. Als ik mijn eigen tuin heb gerookt, zou ik dit ook doen. Ja. Is zo. Ja, het is echt bizar groot. Ja, het is bizar groot. Ja, als je hier nooit komt, dan weet je ook niet wat hier is, hè? Dat is het hem juist. Drijfjes? Dit zijn drijven, ja. Pitloos of een met? Een hele mooie. Hier? Die zijn vol. Zo. Die zijn goed rijp, ja. Maar ze moeten echt heel donker van kleur zijn, hè. Dus het moet echt deze kant op gaan zijn. Dus eigenlijk, dit is nog veel te vroeg? Ja, is veel te vroeg, ja. Die zijn goed en deze dus ook? Ja. Oké. Wat belangrijk hier is weer dat je ze goed bijhoudt. Kijk, dit is een jonge tros. Die kan verder nog uitgroeien, maar deze is daar toch heb je niets meer aan. Zo? Ja, dat is toch? Maar dan moet je ze krenten, zoals dat heet. Nou, wat is nou krenten? Kijk, hier zie je van die kleine druifjes tussen zitten. Ja, hele kleintjes. Hele kleintjes, die moet je er dus vanaf het voorjaar moet je die er dus eigenlijk al uitknijpen.
En druiven mogen eigenlijk ook nooit tegen elkaar aan zitten. Hè? Dus deze zitten allemaal heel dicht tegen elkaar aan. En dan krijg je dus op een moment van die plekken erop zitten. Oh ja, dat het zeg maar niet verder zijn ruimte krijgt. Ja, dan krijg je dus een soort schimmel ertussen, zeg maar. Ja, dat is ook niet fijn. Nee. Maar je ziet dat die dus achterblijven in de groei. Mm-hmm. Ja, die hebben eigenlijk dezelfde zon als die van mij. Mm-hmm. Maar ja, doordat die ze niet krent en alles eraan laat zitten, ja, blijven ze dus erg klein. Ja. Maar ook groener toch, een beetje hoor. Nou, deze worden ook wel donkerder hoor, kijk maar. Ja, daar zit er ook alweer, er zit ook een kleintje tussen zo'n... Ja. Maar ze blijven klein, kleiner. Oké. Okay. Wel grappig hè, dat er twee verschillende courgettes, ik wist dat nog niet eens hè, zo lang. Ja, je hebt ook bol courgettes hè. Oh, je hebt een hele bolletjes ja. Die had ik al vorig jaar. Maar ik vind persoonlijk die groene, die langere, vind ik lekkerder. Oké. Okay. Ja. Zijn wat zoeter of juist... Wat malser. Ah, oké. Okay. De bollen zijn wat stugger. Ja. Nog nooit eerder dit te weten gekomen. Het is nee, echt een... Nee, maar je leert er wel wat van. Inderdaad, nu snap ik. Nou ja, nu... Wat is het verhaal achter biologisch? Hoe werkt het? En aan de ene kant snap ik ook wel dat alles in de winkel duurder wordt. En dat is ook niet leuk. Mm-hmm. Maar daarom snap ik wel dat ze zeggen van... Als je gaat verdiepen in biologisch eten, waarom het zo duur is, zie je wel dat er enorm veel tijd in zit. Klopt. Nou, zoals jullie zien, is dit de nieuwe update van mijn eigen moestuintje. Het is echt groot geworden. Echt joko. Jeetje. Ik heb de tuinslang gebruikt zoals jullie hebben gezien. De planten hebben even water gekregen. En deze moet nog even wat meer groeien. En ja. Ik sta nu in mijn eigen moestuintje. Het is mooi. En voor de tip voor de video. Die ons even tip hebben gegeven over de moestuin. Wat je kan gebruiken en zo. En wat handig zijn. Tips, weet je wel. Ik ga verder in mijn eigen moestuintje. En dan zie ik jullie zo snel mogelijk weer. Dat is wel zo gek. Peace out. Wat? Huh? Huh? Koffie en je weg. Waarom is je body zo oké? Doe met jou. Doe met jou. In die body en je weg. Waarom is je body zo oké? Oh,